Als je schilderijen wilt bekijken, ga je naar een museum. Maar er zijn ook mensen die van hun eigen lichaam een kunstwerk maken. Zoals René. Hij is gek op tatoeages, zette zijn eerste toen hij 20 was en wist meteen dat het daar niet bij zou blijven. Het leukste vind ik dat mensen gewoon eventjes de tijd nemen om te kijken naar hetgene wat het is. Kijk, overdag loop je met kleren aan, dus dan zien ze al in je gezicht. Maar dat is voor veel mensen al de moeite waard om te zien. Nu is zijn lichaam voor 90% gevuld met tatoeages. Dat heeft hem bijna 40.000 euro en ruim 250 uur aan pijn gekost. Mijn gezicht vind ik heel goed gelukt. Veel mensen zeggen van ja, dat is nog niet vol. Dat komt ook niet voller, want nu zien de mensen er nog iets in. Wat ik wil bereiken als mensen naar mij kijken, is dat mensen vrolijk worden. Nou, dat is je dan bij deze gelukt, René.